Mijn naam is Tamara de Weijer. Ik ben huisarts nu ruim 7 jaar en werkzaam in de regio Amersfoort. Ontzettend leuk nu, dus als waarnemend huisarts. Maar per september start ik mijn eigen huisartspraktijk, hopelijk met een leuke collega. Ook in deze regio, dus in Nijkerk, hier een kwartiertje vandaan. En heb een enorme passie voor voeding en leefstijl. Misschien ken je me wel via het online leefstijlprogramma, via social media. Misschien ken je me helemaal nog niet. Nou, dan leer je me in ieder geval de komende uren kennen. De opnames krijg je na afloop toegestuurd. Dus stel dat je iets eerder weg moet of zo, dat maakt helemaal niet uit. Je krijgt ze gewoon toegestuurd. Je kunt je vragen kun je in de chat stellen. Mijn collega Marloes zit achter de schermen. Marloes, even aan jou de vraag. Om alles echt naar de. We hebben twee aparte vakjes. Om alles echt naar de vragen te doen. Want anders dan zie ik waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. Wij zien jullie vragen en opmerkingen. Jullie zien het niet, maar dat is in het kader van de privacy. Nou, volgens mij is het allemaal goed. Iemand zegt af en toe val je dan wat weg. Bovenin zit een knop opnieuw verbinden. Mocht dat nou gebeuren. Druk op die knop opnieuw verbinden, want dan gaat het vaak beter. Sowieso via Chrome is die ook het beste. Maar volgens mij, de meeste mensen gaat het gewoon goed. Dus opnieuw verbinden lukt het dan nog steeds niet. Stel hem dan echt in de chat. Helemaal goed. Dan ga ik van start. Ik heb een aantal slides natuurlijk gemaakt. Helemaal goed. Nou, mijn missie is Nederland gezonder maken en zowel fysiek gezonder maken. Als mentaal gezonder maken. Dus vooral dat laatste ben ik al een paar jaar ook heel erg veel mee bezig. Ben veel bezig met je verbinding met jezelf, verbinding met anderen, veel bezig met zingeving. En de afgelopen 10 jaar vooral heel veel bezig geweest met voeding, beweging, ontspanning en slaap. Nou, zoals ik al zei, ik ben huisarts. Dit is nog in mijn oude spreekkamer in Amersfoort. Ik heb een aantal boeken gemaakt over voeding en leefstijl. Linksboven is een receptenboek, rechtsboven is een leefstijlboek. Dus dat gaat veel dieper in op alle leefstijlfactoren die ik met jullie ga bespreken vandaag. Een boek speciaal voor mensen met maag-darmklachten. Dit is de nieuwe versie, is wel heel erg leuk. Want de oude versie krijg je cadeau, dus die krijg je gratis toegestuurd als je je aanmeldt voor het online leefstijlprogramma. Daar vertel ik straks meer over. En rechtsonder is een handboek leefstijlgeneeskunde. En dat heb ik samen met een collega, Maaike de Vries, gemaakt, gezondheidswetenschapper. En dat is echt voor zorgverleners. He, ook veel meer de wetenschappelijke literatuur erachter. Hoe zorg je er nou voor dat je dit ook met gemakkelijke stappen in de praktijk doet? We hebben ook bijna 50 auteurs uit Nederland meegewerkt. Een heel aantal jaar geleden heb ik Vereniging Arts en Leefstijl opgezet. Om ja, met name te zorgen dat ook andere zorgverleners veel meer voeding en leefstijl in de spreekkamer. Dat ze daar veel meer informatie over hebben. Ik ben hoofdcoach bij Food First. En nou, zoals ik al zei, ben ik samen met Marloes, heb ik een aantal jaar geleden het Dr. Tamara online leefstijlprogramma opgezet. Maar daarover dus later meer. Ik merk dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ik ben niet meer zo heel vaak zenuwachtig voor webinars. Maar dat komt omdat ik hierna. Het is niet altijd, ja, het is niet altijd zo geweest. Ik ben niet altijd zo bezig met het voeding en leefstijl. Dus ik dacht, ja, het gaat over overgewicht. En mensen die mij een beetje kennen en volgen. Die weten ook van, dat ik echt een groot voorstander ben van kwetsbaar zijn op zijn tijd. Hè. Dus dingen waarvan je denkt, ja, dit is misschien niet zo mooi, of je bent niet zo trots op. Maar het is wel volgens mij goed om hiervoor hulp te vragen of dit te laten zien. Dus ik heb foto's voor jullie hier geüpload van ongeveer 10 jaar geleden. En normaal gesproken mensen eerder van mij een lezing hebben gegeven. Ik merk, ik ben heel lang verhaal aan het vertellen, omdat ik het dus best wel eens spannend vind. Dus nou, ik ga ze gewoon laten zien. Dit zijn mijn foto's van 10 jaar geleden. En ik dacht vanmiddag, ik denk, ja, ga ik ze nou erin doen? Ga ik ze nou niet erin doen? Ik had ineens de ingeving. Ik dacht, ja, weet je, ik doe het gewoon. Zoals ik zei, omdat ik gewoon vind dat het gewoon goed is om kwetsbaar te zijn. Het is een periode waarbij ik, denk ik, 10 jaar lang was ik al aan de lijn. Modifast, Slimfast, Herbalife. Nou, ik denk bijna elke dieet, behalve het Cherry dieet, is wel voorbij gekomen. Ziekenhuisdieet heb ik geprobeerd, Sonjabak geprobeerd. Nou ja, en ik was altijd hongerig en moe en chagrijnig en de hele dag bezig met eten. En toen ben ik via een vriend collega ben ik echt anders gaan eten. Viel toen voor het eerst moeiteloos af. Dat was natuurlijk super fijn. Ik had ook wat veel meer energie, waardoor ik het veel makkelijker kon volhouden. En ik had geen last meer van mijn darmen.
Maar dit is het lijf, ja, wat ik lang heb gehad, waar ik me niet fijn bij voelde. En met name dus ook qua energie niet fijn. Maar ik merkte ook dat ik zat gewoon niet zo lekker in mijn vel. En ja, kijk, wat mij betreft gaat het niet eens mooi of niet mooi. Maar het gaat erom, weet je, waar voel jij je fijn bij? En als je je fijn moet bij wat voller, dan is dat natuurlijk prachtig. En voel je je fijn bij wat slanker, is dat ook goed, hè? Ik bedoel, dat beeld van Facebook of Instagram, van ja, we moeten allemaal maatje 36 hebben. Dat is natuurlijk complete onzin. Dat is helemaal niet de realiteit. Maar het gaat erom, voel jij je lekker in je vel? En als je je lekker voelt in je vel, dan is er volgens mij niet zoveel probleem. Tenzij je echt een BMI van boven de 30, want dan zie je toch ook wel echt serieuze gezondheidsrisico's. Maar het gaat erom hoe lekker jij je voelt. Nou, de spanning is eraf. Ja, eventjes kijken. Even kijken. Nou, heel veel mensen zeggen wel wat dapper, wat mooi dat je dat deelt. Dankjewel allemaal. Dit was het spannendste gedeelte, voor mij in ieder geval. Nou ja. En heel vaak wordt er dus ook gezegd van ja, maar afval is heel makkelijk. Hè? Je moet gewoon een beetje minder eten, meer bewegen. Nou, ik weet zowel uit de literatuur als uit mijn eigen ervaring, als vanuit de ervaring van alle patiënten die ik ooit heb begeleid, daar ligt het niet aan. Het is geen gebrek aan zelfdiscipline. Het is geen luiheid, het is geen domheid, het is geen onverzorgdheid. En niemand kiest ervoor om te zwaar te zijn. Dus mensen die te zwaar zijn, overwegend, zeg maar, als je dus daar niet prettig bij voelt, willen echt wel graag anders, maar hebben vaak een enorm lange weg in proberen wat wel of niet bij hen past. Dus ik hoop je het komende uur echt wat handvatten te geven. Te laten zien waar komt het nou ook vandaan, wat kunnen mogelijke handvatten zijn, zonder garanties. Nou, dit gaat 100% werken. Ik zal ook nooit zeggen, nou, je gaat 10 kilo in 10 weken of zo. En ga je verbranden, want ik wil geen enkele belofte doen die ik niet waar kan maken. Wat ik wel kan doen, is je meenemen van wat zijn er de laatste wetenschappelijke inzichten. En wat zijn er in makkelijke stapjes die je in je eigen leven kan toepassen. En haal eruit wat jij eruit te halen hebt. Nou, het is dus niet zo simpel als gewoon een beetje minder meer bewegen. Er zit veel meer achter. Nou, allereerst je genen. Hè. Je ziet natuurlijk in bepaalde families, zie je dat zwaarlijvigheid is veel meer aanwezig. Dus heb jij een zware vader, een zware moeder of zware broer, zware zus, dan is de kans veel groter dat je ook zelf wat zwaarder bent. Dus je genen, je aanleg hebben daarin echt een belangrijke stempel. Nou, je hormonen hebben een hele belangrijke. Een van de bekendste daarvan zijn de oestrogenen, de vrouwelijke hormonen. Maar uiteraard de testosteron, maar zeker ook de oestrogenen. En dat merken we met name bijvoorbeeld bij de overgang. Dus we zien bij als vrouwen rondom de overgang raken of daarna, dan zie je dat die oestrogenen, dus die vrouwelijke hormonen, die nemen af. Je ziet je spiermassa neemt af, je vetmassa neemt toe, waardoor je rustverbranding gaat naar beneden. En daarom adviseer ik vaak ook vrouwen rondom de overgang elke dag bewegen, echt minimaal een uur. En het liefst iets van krachttraining daarbij, waarbij je dus ook echt letterlijk ook meer spiermassa maakt, omdat je dat inlevert. Crashdiëten, een hele belangrijke. Je ziet, veel mensen hebben dus echt van alles al geprobeerd. En vaak mensen die te zwaar zijn, eten te weinig. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Want je ziet op een gegeven moment, mensen durven bijna niet meer te eten. Waardoor hun verbranding enorm afneemt. Dus wat je dan ziet, is wat het lichaam dan gaat doen, is heel veel hongerhormoon aanmaken. Je verzadigingshormoon daalt. Waardoor je de hele dag door honger hebt. Dus je houdt zo'n crashdieet, waar je heel weinig eet, dat hou je vaak een tijdje vol. Dat zag je bijvoorbeeld met Cambridge, is een tijdje heel populair geweest. Mensen vielen spectaculair af, echt 10, 20, 30 kilo soms wel. Maar werden daarna echt net zo zwaar of nog veel zwaarder. Want wat doet dat lichaam na? Een crashdieet, die houdt alles vast. Die denkt, ja, weet je weet nooit wanneer de volgende hongerwinter weer komt. Dus die houdt alles vast. En ziet er daarna nogmaals af te krijgen, dat kan maanden of soms zelfs jaren duren voordat die stofwisseling weer normaal is. Dus crashdiëten, echt een no-go. Nou, je microbiome, je darmmicrobiome, en daar vind ik het ook zo leuk dat dit boek erbij zit, want je denkt, ja, maag, darmen, wat heeft dat nou weer met overgewicht te maken? We zien dat slanke mensen hebben een heel ander microbiome, dus de bewoners van je darmen. Je hebt ze natuurlijk ook op je huid zitten, maar dit gaat met name om je darmen. Dan mensen met overgewicht. Dus we zien hoe beter we voor dat microbiome zorgen,
hoe groter de kans is om richting een normaal gewicht te gaan. Nou, hoe, daar kom ik natuurlijk uitgebreid op terug. Medicatie, ook een superbelangrijke. We weten bij heel veel medicatie, weten we het wel, bijvoorbeeld prednison, corticosteroïden zijn dat. Maar dat zit bijvoorbeeld ook in smeersels voor eczeem, voor psoriasis, dat zit in puffers voor hooikoorts soms, dat zit in puffers voor astma. Heeft allemaal gewichtsbevorderend effect. En natuurlijk niet als jij even komt bij de huisarts met een plekje en je smeert 2 weken de lichtste crème. Maar als jij jaar in jaar uit hoge klassen, bijvoorbeeld corticosteroïden, hè, noemen we dat, die crèmes smeert, of jarenlang 2 keer per dag een puffje, zeg maar, voor je hooikoorts of je astma, dan telt dat echt wel op, hè. We noemen dat, het komt systemisch, dus het komt in het systeem. Dus je smeert het op je huid, het komt natuurlijk echt via je bloed. Wat dat doet, die corticosteroïde geeft meer vetmassa, met name vet rond de buik. Dus als je dan in de overgang bent en je smeert nog de corticosteroïde, ja, dan heb je dus is dubbel lastig. En misschien nog een lijfgeschiedenis van tevoren. Maar dat zijn niet de enige. Dus je hebt dus de corticosteroïden, maar je hebt ook bijvoorbeeld de antidepressiva zijn een hele bekende. De antipsychotica zijn bekende. De beta-blokkers, dus bijvoorbeeld de metoprolol of zotenolol zijn belangrijke. De antihistaminica, dus ook daar weer de hooikoortstabletten. Insuline natuurlijk, bij diabetes, hè, bij suikerziekte. Nou, dit zijn allemaal, die middelen heb je niet voor niks gekregen van je huisarts of je specialist. Dus stop ze nooit zomaar. Maar ga met je huisarts of je specialist in gesprek. Goh, zou het ook op een andere manier kunnen? Nou, wil je hier meer over weten? Er staat een hele lijst, onder andere in het boek Vet Belangrijk. Echt een vet belangrijk boek. Heel fijn boek geschreven, onder andere door Lisbeth van Rossum, hoogleraar, dus professor in het Erasmus. Dus kan ik je van harte aanbevelen. Ik heb daar geen patent op of zo. Ik heb niks met dat boek verder te maken, maar ik vind het een heel fijn begrijpelijk boek. Dus over overgewicht. En die ge geeft dus ook een hele lijst ook over die medicatie. Ja, en dan je leefomgeving. Kijk, wij zijn natuurlijk, ons brein en ons lijf is gemaakt in, ja, gaat al jaren mee. Hè? We bestaan al nou, honderdduizenden jaren in deze vorm. Maar je ziet dat onze leefomgeving in die honderdduizenden jaren is enorm veranderd. We hebben overal eten. We hoeven bijna niet meer te bewegen. En ook de omgeving waarin je opgroeit heeft heel veel invloed op hoe jij op latere leeftijd ook met bijvoorbeeld eten of sporten omgaat. Als jij uit een supersportief gezin komt, is de kans heel erg groot dat jij later ook daar wat sportiever bent. Nou, ik kom uit een enorm Bourgondisch Brabant gezin. Dus onze tafels zagen er ook echt zo uit. Dus echt vol met. Goh, echt allemaal dingen. Nou, er stond misschien soms een verdwaald woordje op. Maar allemaal spullen, zeg maar, op die tafel. Veel wijn, bier. Nou, dat zijn dingen die. Ik moest daar echt aan wennen toen. Ik ben nu 13 jaar samen met mijn man. En dan kwam er bezoek. Nou, en dan haalde ik, god, wat al bij de huis. En zei hij, joh, dat kan echt wel wat minder. Maar dan zit. Ook voor mij heel erg een gevoel van gastvrijheid. Hè? Dus je moet veel geven, veel op tafel zetten. Maar dan kan het natuurlijk echt wel een beetje minder. En je kan hele andere dingen op tafel zetten. Dus gewoon wel wat worteltjes, tomaat, komkommer met wat hummus, zeg maar, erbij. Hè? Wat gezonde snackjes. Dus het hoeft niet allemaal chips en toastjes en dat soort dingen te zijn. Maar ben je er dus bewust van dat je dat vaak mee hebt gekregen vanuit huis? En het daardoor dus ook wel wat uitdagender kan zijn om het aan te passen. Ja, ook hier gaat het boek verder belangrijk ook dieper op in, is de hormoonverstorende stoffen. En die zitten in heel veel producten. Die zitten, de bekendste zijn de weegmakers, bijvoorbeeld de BPA of de ftalaten. Die worden gebruikt om plastic wat flexibeler, zeg maar, te maken. Vaak kan je zien op producten dat het bijvoorbeeld BPA-vrij is. Maar dit zit bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van blik. Dus daarom ben ik ook een grote voorstander van, nou, als je nou bijvoorbeeld groenten in pot koopt, prima. Kijk wel even of er suiker aan toegevoegd is of zout. Maar in blik dus liever niet, omdat er gewoon dus die weekmakers in zitten. Nou, het zit in speelgoed, in cosmetica. Ga je 1 keer met zo'n plastic autootje spelen of doe je 1 keer een lipstick op, zeg maar, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit.
Maar al die kleine deeltjes bij elkaar zorgen dus echt voor een grotere kans op overgewicht. Dus je ziet, ja, was het maar zo simpel als minder eten, meer bewegen. Maar daar zit dus veel en veel meer achter. Ik spiek heel even in de chat of er nou. Even kijken, even wat korte vraag tussendoor. Enorm veel hoofdpijn aan de maagverkleining. Terwijl ik daarvoor ook al maar nu nog steeds ondanks 35 kilo afgevallen. Heb je een idee of neurologisch onderzoek een goed idee kan zijn? Ja, dat ligt. Hoofdpijn is een super lastige. Want hoofdpijn heb je natuurlijk migraine, hoofdpijn, je hebt spanningshoofdpijn, je hebt nou ja, wat zeldzamere als in bijvoorbeeld neurologie. Hè, dat is echt heeft echt met de zenuwvertakkingen. Of clusterhoofdpijn. Dus je hebt heel veel verschillende. We zien met name veel spanningshoofdpijn. Wat nou ja, de naam zegt het al, veel te maken heeft onder andere bijvoorbeeld met de spierspanning ook in je nek en op je scalp, zeg maar. Maar het heeft er ook mee te maken, dus hoe je drinkt, hoe je dag eruit ziet. Dus dit zou ik echt bespreken ook met je huisarts zelf, of die een verwijzing noodzakelijk vindt. Ik vind dat een hele lastige om zo in te schatten, Els. Dus ik zou dat echt even met je huisartsen bespreken. We zien het wel vaak als mensen hun leefstijl omgooien, dat je dan hoofdpijn hebt. Nou ja, dat mag eigenlijk niet langer dan een week zijn. Goed drinken ook met name die eerste dagen. En, maar goed, daar kom ik dadelijk meteen op terug. Wat je veel ziet bij een gastric bypass is vitamine tekorten, vitamine en mineralen tekorten. Dus er wordt ook altijd aangeraden, je moet echt een hoge dosering vitaminepreparaten, dus 150 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En die moet je levenslang slikken, omdat je een heel groot deel of 1,5 meter haal je van de dunne darm weg. Dus er worden gewoon simpelweg veel minder voedingsstoffen opgenomen. Dus het kan dan heel goed zijn dat je te zwaar bent, maar dus echt ondervoed. Nou ja, tips van afvallen als je weinig kunt bewegen. Ja, dat is lastig. Hè? Kan je je benen niet bewegen? Kan je je armen niet bewegen? Kan je überhaupt niet bewegen? Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk, Egea. Als je echt op geen enkele manier kan bewegen. En je bent al bij een revalidatiearts geweest, bij een fysiotherapeut, bij een ergotherapeut. Want dat zijn echt belangrijke specialisten hierin. Want vaak kan er wel iets. Ja, dan zal je daar je energieinname op moeten aanpassen. En dan kan een gespecialiseerde diëtist helpen om te kijken van ja, wat is. Want je verbrandt gewoon veel minder. Dus wat kun je nu eten waardoor je wel verzadigd bent en waardoor je niet dus ondervoed raakt? Doe ik nog eventjes twee vragen, want anders ben ik nu dadelijk alleen maar bezig met de vragen. Even spieken. Mijn man en ik, Monique zegt, mijn man en ik zijn in oktober begonnen met koolhydraat beperkt eten. Mijn man is diabetes. En na 2 weken ging zijn bloedsuiker flink omlaag, rond de 5. Maar daarna ging hij richting de 9. Hoe krijgen we dit omlaag? Nou, ik weet dus niet, Monique, of er al medicatie is aangepast. Hè? Dus of er al wat medicatie naar beneden is. En wanneer die 9 is. Is die 9 in de ochtend nuchter? Dan zegt dat niet zo heel veel. Want wat dat eigenlijk zegt is, hoe versuikerd is die lever nog? Dus dat is die nuchtere waarde in de ochtend. Maar is die ja, richting zeg maar de 9 gewoon overdag, vind ik voor het afbouwen van medicatie eigenlijk nog, vind ik eigenlijk nog prachtig. Hè? Dan accepteren we wel tot 10, soms zelfs wel tot 15. Maar misschien kan je die heel even opzoeken, Marloes, even voor je hulpverlener. Monique, of eigenlijk de hulpverlener van je man. We hebben een hele mooie afbouwhandleiding gemaakt voor diabetes type 2. Dus kijk daarvan na. Dus het ligt er maar helemaal een beetje aan van nou, goh, wanneer is die 9? En ook daarbij, beweging heeft een ontzettend belangrijke invloed, stress, slaap. Ja, hoe kan het dat ik ondanks alle leefstijlinterventies en leefstijl aangepast toch niet afval? Ja, dat kan dus te maken hebben met eerdere lijnpogingen. Dat kan te maken hebben met te weinig eten. Dat kan te maken hebben met de overgang. Dus ik hoop ontzettend ja, dat je hier wat uit had. Oh, je hebt nog, Brigitte heeft nog meer. Op school, sportschool is mijn spiermassa en botmassa allemaal goed. Alleen het vetpercentage is te hoog en gaat niet naar beneden. En ik denk, dit staat esthetische vet. Ik denk dat je misschien het ectopische vet, dus vet op plekken waar het niet hoort te zitten. Ja, dat is dus. Nee, ik zie dus je werkt op de sportschool. Ik weet niet of je dan vooral conditie doet of dat je met name kracht doet.
Dus spiermassa is goed, botmassa is goed. Ik mis hierin nog watergehalte. Hè, dus is dat allemaal goed? Dus die dingen zijn met name heel erg belangrijk. Hè? Dus je lijngeschiedenis, dan duurt het vaak gewoon veel langer. En nog een belangrijke, kijk, die BMI, die lengte in verhouding tot gewicht, is super belangrijk. Maar dat is niet het enige. Je spiermassa is ook belangrijk. En we weten, het is geen fabeltje, spieren zijn zwaarder dan vet. Dus sta je niet blind op die kilo's, hè, vaak is dat wat we doen. Maar die centimeters, met name rond je buik, die zijn eigenlijk veel belangrijker dan die kilo's. Nou, en die kan je meten. Misschien kunnen jullie allemaal even komen staan, als het lukt om te staan. Voel dan even je heupbot aan allebei de kanten. En dan de onderkant van je ribbenboog. En het punt daartussen, precies daartussenin, dat is de goede maat van je buikomvang. Bij vrouwen het liefst onder de 4, of moet ik even goed zeggen, onder de 88. En voor mannen het liefst onder de 102. Dus als die nou onder de 90 centimeter is, Brigitta, kan je het misschien, ja, esthetisch, hè, kan je het misschien niet zo mooi vinden, maar is de kans heel groot dat dit bij jouw bouw past. Zit hij nu veel te hoog, hè? Nou, dan is er zeker nog wel winst te behalen. Oké. Ik ga met jullie in vogelvlucht langs alle pijlers van het leefstijlkompas. Maar voordat we dat gaan doen, is het belangrijk om jouw brein te kennen. Want ergens weten we het allemaal wel, hè? Ja, gezond eten, voldoende bewegen, voldoende ontspannen. Maar waarom doen we het dan niet? Nou, zoals ik straks al zei, onze omgeving is enorm veranderd, maar ons brein is heel weinig veranderd de afgelopen duizenden jaren. Nou, wat belangrijk is om te onthouden, je hebt een centraal deel, dat noemen we ons oerbrein, ons reptiele brein. En dat brein heeft als enige doel overleven. Zoals ons oudste brein ook. En die staat ingesteld op pakken wat je pakken kan, overleven. Dat deel daaromheen is je neocortex, hè? Dat is je nieuwe brein, je nieuwste brein. En die is van de verstandige beslissingen. Het vervelende is dat dat oerbrein verwerkt veel meer informatie dan die neocortex. Dus die reageert veel sneller, veel primitiever dan die neocortex. Dus zo maak je bijvoorbeeld 200 voedselkeuzes per dag. Die zijn grotendeels zijn die onbewust. Dat gaat echt niet dus vanuit die neocortex, maar het gaat allemaal vanuit dat reptiele brein. Nou, en als je dan in gaat zoomen op dat reptiele brein, wat zie je dan? Die denkt voedsel is schaars, hè? Er is weinig voedsel, dus je moet pakken wat je pakken kan. Die heeft een voorkeur voor vet en zoet, want dat was er vroeger heel weinig. Hey, maar dat zit wel heel vol calorieën, dus daar heb ik wat aan, hè? Dus daar heb ik echt lang wat aan. En je moet zoveel mogelijk energie sparen, want je weet nooit wanneer je die energie weer nodig hebt om achter een tijger of een beer aan te rennen. Of wat ze toen in die tijd ook al hadden, mammoeten misschien. Dus die energie moet je zoveel mogelijk sparen. Vanuit daaruit hebben we een natuurlijke aantrekkingskracht om wat makkelijker de auto te pakken dan de fiets. Of om als je een beetje moe bent, die sportschat te denken, nou joh, weet je, ik laat het wel even. Dus dat komt allemaal gewoon vanuit het oerbrein. Want dat verstandige brein, dat snapt het hartstikke goed. Nou, en zien, overal is gevaar. Dus we komen natuurlijk uit een hele prikkelarme omgeving. Nou, tegenwoordig zijn er overal prikkels, hè? Dus nou, neem maar eens die mobiele telefoon. Loop maar eens op straat in een stad. Je mail. Dus continu prikkels, prikkels, prikkels. Dus dat brein is de hele tijd afgeleid en is ook gewend om overal op te reageren. En komt daarbij heel weinig tot rust, waarmee je hoger niveaus cortisol, de stresshormonen, hebt. En cortisol is echt bekend dus als het dikmaakhormoon, dus weer met name rond de buik. En ook bekend als het snaaihormoon. Oh, ik zie nu al, ik heb 9 uur bedacht, maar dit wordt. Ik denk dat we 9:15 dat dat iets realistischer is. Ik was hem aan het maken de afgelopen dagen, toen dacht ik, ja, ik wil er eigenlijk ook veel te veel in stoppen, maar ik vind het ook veel te interessant allemaal. Laten we gaan starten met de voeding. Qua voeding, nou, wetenschappers vechten elkaar de tent uit van, nou, wat is nou wel gezond, niet gezond? Moet het nou wel keto, Sonja Bakker, paleo? Wat is nu het beste? Nou, als je kijkt wat de raakvlakken zijn tussen wetenschappelijke onderzoeken, dan zie je allereerst eet zoveel mogelijk vers en onbewerkt.
Eet maar 2 of 3 keer per dag, maar wel volwaardig. En eet minder dierlijk en meer plantaardig. He, dus we zien dat dat is goed voor de gezondheid. Dus ze hebben veel minder overgewicht, minder kans op hart- en vaatziekten en minder kans op diabetes type 2. Of niet helemaal vegetarisch of zelfs veganistisch, maar minder dierlijk, meer plantaardig. Zorgt er vaak voor dat je veel gevarieerder onder andere eet. Nou, dat zoveel mogelijk vers en onbewerkt. Dat weten we, ja, eigenlijk je gezonde verstand zegt, goh, misschien is die broccoli met zalm veel gezonder dan een Big Mac menu. Maar we zien dat ook in onderzoeken terug. Dan zien we dat mensen die heel sterk bewerkt eten, dat die veel meer hongerhormoon hebben in hun lijf, veel minder verzadigingshormoon en dat ze dus veel eerder ook trek hebben. Dus mijn advies aan mijn patiënt is altijd, eet zoals jouw grootmoeder nog zou herkennen als eten. Gewoon normaal eten, die had geen light producten. Dus gewoon normaal voedsel. Nou, eet 2 tot 3 keer per dag. We zijn gewend om die hele dag door toch een beetje te eten. We hebben 3 hoofdmaaltijden en tussendoor eten we vaak wat. Dan wordt de hele tijd wordt insuline aangemaakt. Insuline is ons vetopslaghormoon. Dus elke keer als je eet, wordt er insuline gemaakt. Dus je wil het liefst 3 keer per dag of 2 keer per dag eten. En tussendoor je energie halen uit je vetvoorraad. Want je glucosevoorraad, dat is je belangrijkste brandstof, 98% daarvan zit in onze vetcellen. Dus die wil je met name opeten. Nou, ik noemde net al eventjes de light producten. Nog wel een heel leuk onderzoek wat ik aan wilde halen. Dat is het Mind Over Milkshakes experiment. Nou, wat deden ze? Gewoon gezonde vrijwilligers gaven ze 2 milkshakes. Eén daarvan, het waren allebei 300 kilocalorieën, maar bij de ene zeiden ze, nou deze is het, is een light milkshake, heel weinig vet, hè, kan je gerust nemen, en die maar 100 kilocalorieën, dus prima. Nou die andere was echt een vol vette milkshake, zeiden ze, 600 kilocalorieën, dus een hele maaltijd, maar joh, op zijn tijd, kan best, geniet ervan. Maar het is exact dezelfde milkshakes, maar dat wisten de proefpersonen niet. Nou, daarna kreeg ze vragenlijsten, hoe lekker vond je het? Maar ook, hoe snel heb je weer trek daarna? Wat het grappige is dat de mensen die de light milkshake hadden genomen, dat die veel eerder weer trek hadden. En de mensen die de vol vette milkshake hadden, die hadden veel langer, waren die verzadigd. En het leuke was dat je ook dit weer kon meten in hun bloed. Dus je kon meten dat ze, de mensen die de light milkshake hadden, die hadden veel meer hongerhormoon, maakten ze aan ghreline. En veel minder leptine, dat is je verzadigingshormoon. Dus we wisten al langer dat light producten niet, je wordt niet lichter van light producten. Maar we zien dus nu dat ja, blijkbaar denkt het brein van ja, een light product, ik heb hier niks aan. Geef mij meer eten, ondanks dat die 300 kilocalorieën een halve maaltijd. Dan zou je best eventjes op kunnen moeten voortborduren. Daarnaast zijn light producten. Vaak hebben ze vet eruit gehaald en suiker toegevoegd. Nou, en suiker heeft een veel hogere dooreetfactor dan vet. Dus per saldo schiet je er dus ook niks meer op. Dus light producten, alsjeblieft, loop er met een grote boog omheen. Nou, dan over naar de koolhydraten. Dus waar we eerst helemaal bang waren voor de vetten 50 jaar geleden, zie je nu dat steeds meer mensen banger worden voor koolhydraten. Als ze zeggen, ja, ik eet koolhydraatloos. Kan eigenlijk niet, dan eet je het kan, maar dan eet je ook geen groenten, geen fruit, geen zuivel, geen noten, geen zaden. Nou, ik hoop niet dat je koolhydraatloos eet, hè, want het zit overal in. Kijk, je hebt eigenlijk 3 stromingen van koolhydraatbeperking. Dus je hebt ketogeen, en dan zit je vaak, nou, afhankelijk van welke bron je gebruikt, tussen de 15 en 25 gram koolhydraten per dag. Dus daar moet je onder blijven. Dan heb je koolhydraatarm, dan zit je tussen de 25 en 50 tot 75 en boven de 75 tot, nou, pak een beetje 150 zit je op koolhydraatbeperking. Wij gebruiken het meest koolhydraatbeperking simpelweg omdat we zien dat dat heel effectief is qua qua afvallen. Omdat je minder koolhydraten aanmaakt, of eet, minder glucose aanmaakt en dus ook minder van het vetopslaghormoon nodig hebt, dus je insuline. Die andere kan prima voor een tijdje. Maar dat zijn echt diëten. En ik ben een enorm groot voorstander van een gezonder voedingspatroon. Want elk dieet werkt totdat je het niet meer volhoudt. En met name bijvoorbeeld ketogeen kan enorm effectief zijn. En bijvoorbeeld die dame die zei over de man van de diabetesmedicatie afkomen, kan super effectief zijn. Maar dan zet je het echt neer als een dieet, als een interventie.
Want heel vaak zie je, als je bijvoorbeeld echt maar onder de 15 tot 25 gram koolhydraten per dag eet, nou, dan schrap je dus alle volkoren granen, meestal alle peulvruchten. Fruit wordt er vaak uitgegooid. De knollen worden er vaak uitgegooid. En ja, dan kom je bijna op een beetje groente en wat vlees. Eventueel een klein beetje, een paar noten en zaden. Ja, dat is, en vis natuurlijk. Maar dat is best wel eenzijdig. Dus prima voor een tijdje. Maar zorg er dan wel voor dat het ook zoveel mogelijk vers en onbewerkt is. Maar niet voor de lange termijn. Nou ja. Als je dan kijkt van goh, waar zit de winst in te behalen, is vervang sowieso al je granen door volkoren granen. Hè, dus echt geen witte pasta, witte rijst, bruin brood of wit brood meer. Maar neem volkoren brood, volkoren pasta, zilvervlies, rijst. Wil je nu echt toch wat meer slagen maken, dan is het slim om minimaal één maaltijd per dag die granen producten ook wel over te slaan. Dus bijvoorbeeld alleen maar vlees of vis en groenten te eten. Of nou ja, toets in koolhydraatarme recepten. Je hebt er echt duizenden op het internet. Je hebt hele lekkere koolhydraatarme crackers. Van bijvoorbeeld Tasty Basics. Of van Wasa Vezelrijk. Griekse yoghurt. Of volle kwark met wat fruit, wat noten erin. Nou, dat zijn al hele simpele maaltijden. Waarbij je echt makkelijk ook koolhydraatbeperkt kunt gaan eten. Intermitterend vasten krijg ik vaak ook veel vragen over. Nou, je hebt verschillende vormen daarvan. Ik denk de drie bekendste zijn de 16-8, de 5-2 en het echt meerdere dagen achter elkaar echt helemaal niks eten. Nou, 16-8 is denk ik de meest gebruikte. Dan eten mensen maar in een tijdsbestek van 16 uur. En, nee, sorry, van 8 uur. En 16 uur eten ze niks, precies andersom. Het voordeel van het vasten überhaupt is dat je ziet, het verlaagt dus ook weer dat insulineniveau, hè, dus dat vetopslaghormoon. Je ziet dat het met name cardiometabool, dat er vaak wel wat voordelen zijn. Dus vooral op je cholesterol, op je bloeddruk en dus ook op je suikergehalte. Dus we zien dat de laatste 5 tot 10 jaar wordt er veel meer onderzoek naar gedaan. En die zijn echt best wel hoopvol. Maar dan is het belangrijk dus dat je het goed doet. Dus weer even terug naar de 16-8. Dus 16 uur niet eten, 8 uur wel. In die 8 uur zorg dat je voldoende eet. Wat mensen vaak doen is hun ontbijt overslaan. En dan eten ze om 12 uur en om 6 uur bijvoorbeeld. Ik noem maar eventjes iets. Om 12 uur en om 7 uur. Maar als je helemaal dat ontbijt overslaat, dan eet je relatief best wel weinig. In het begin val je vaak een beetje af. Maar het nadeel is daarbij ook, hè, als je het langdurig doet, die stoffenwisseling wordt teruggebracht en je verbrandt daarna gewoon veel minder. Dus zorg van het liefst of twee hele grote maaltijden of drie maaltijden, dus maar wel in een korter tijdsbestek. En ik adviseer mensen altijd om tussen 10 en 6 bijvoorbeeld te eten. Want als jij om 12 en om 8 uur eet, ja, alles wat je niet verbrandt, dat sla je op. En als jij na 8 uur 's avonds niet zo heel veel meer doet, wat ja, de meeste mensen doen, dan sla je dus eigenlijk alles wat je op hebt gegeten, dat sla je op. Dus het liefst bijvoorbeeld 10 uur, 2 uur, 6 uur. En dan heb je een heel mooie ritme te pakken. Je kunt ook 5 dagen normaal eten en 2 dagen heel weinig eten. En soms zie je dat mensen echt 3, 4 dagen achter elkaar helemaal niks eten. Dus alleen maar water drinken. En, ja, kies daarbij wat het beste bij je past. Nog een belangrijke voorwaarde is, als je dan eet, zorg echt dat je ook voldoende, ja, kwalitatief goed genoeg eet. Dus dat je wel echt heel vers en onbewerkt eet. Want als je 5 dagen per week helemaal losgaat en 2 dagen gaat vasten, heeft natuurlijk niet zo heel veel zin. Dit is voor sommige mensen een hele moeilijke. Even hand in eigen boezem steken. Ik vind dit soms ook lastig. Beperkt gebruik van alcohol. We zien alcohol zet enorm aan. Hè. Een gemiddelde glas alcohol bevat al 100 kilocalorieën. Je remming valt vaak weg, dus je eet ook meer als je alcohol drinkt. En ja, we zien natuurlijk voor je gezondheid, het geeft veel meer kans op leverproblemen. Het geeft een verhoogde kans op kanker. Onder andere bijvoorbeeld de borstkanker, al met 1 glas per dag. Dus ja, het advies is voor mannen maximaal 1 dag, 1 glas per dag. Voor vrouwen het liefst eigenlijk helemaal niet. Als je doet, doe het dan echt bij uitzondering. En het liefst, nou ja, dan gewoon ook heel, heel matig. Maar weet dat het ongelooflijke aanzet.
Nou, dan gaan we. Voeding was de grootste, dus de rest is ietsjes kleiner. Gaan we ietsjes vlotter doorheen. Nou ja, hè, straks, daarom zei het als sportschool supergoed. Als je dat fijn vindt en je ontlaat daarbij, echt zeker doen. Ook voor krachttraining echt heel goed. Het gaat erom om meer beweging in je dag te brengen. Hè. Dus wij zijn de langst zittende Europeanen. Dus we zitten gemiddeld 9 uur per dag. Veel mensen hebben ook een zittend beroep. Dus alleen al het gaan staan doet al ontzettend veel. Dus als je zit en je kan staan, mag je nu gewoon weer eventjes lekker gaan staan. We zien als je staat, verbrand je 2 keer zoveel calorieën dan als je zit. He, dus ook daarbij. En wat heel goed helpt, is een als-dan vergelijking. Stel nou zeg maar, jij hebt s'avonds heb jij altijd snijzin. Is als ik nou weer zin heb om naar de kast te rennen, dan maak ik 10 kniebuigingen. He, dus maak ik 10 squats. Of dan drink ik een glas water. Of je moet van tevoren moet je een plan hebben. Als je een plan hebt, dan hoef je er op dat moment hoef je er niet meer over na te denken. En je ziet als dat een gewoonte wordt, want dat wil je. Je wil nieuwe gewoontes creëren. Dan wordt het dus ook makkelijker ook om ze vol te houden. Wil je daarbij sporten, zeker doen. Kies dan iets waar je heel erg blij van wordt. En vergeet ook niet je botten, je spieren en je balans. Hè. Dus balans kan je heel mooi oefenen door op 1 been tanden te poetsen. Dus 1 minuutje, 1 been, ander minuutje, andere been. Je botten wandelen is echt het allerbeste medicijn daarvoor. En je kracht, ja, ik zei het al. Hè, dus je kan natuurlijk in de sportschool doen, maar ook bijvoorbeeld gewoon lunges, squats. We hebben een hele mooie weerstandsband die je ook krijgt bijvoorbeeld bij het programma. Krachttraining is echt super belangrijk ook voor het behoud van je spieren. En dan nog een relatief nieuw onderzoek. Ja, dus volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor. Toen zijn wetenschappers erachter gekomen: we hebben receptoren in onze voeten, maar die bepalen hoeveel jij nodig hebt om te verbranden. Dus wat is het gewicht en wat heb ik dus nodig in energie om te verbranden? Dat kan je dus een beetje voor de gek houden. Dus je kan met een rugzak aan, en daarin doe je bijvoorbeeld flessen gevuld met water. Hè, dan denken die receptoren in je voeten: hé, ik ben in plaats van 80 kilo, ben ik 88 kilo. Dus ik moet meer verbranden. Zorg er wel voor dat het maximaal 10% van je lichaamsgewicht is en dat je dat een beetje in stapjes opbouwt. Anders kan je wat schouder- en nekklachten krijgen. Dus, gewoon, ja, sowieso wandelen echt het liefst 1 uur per dag. Hè? En nog beter in de natuur. Dat doet met name veel op ontspanning. Maar wandelen en dan nog met een rugzak. Als je dat dan 1 uur per dag doet, dan heb je bijna geen andere beweging al meer nodig. Nou, slaap is ook een ongelooflijk belangrijke. We zien s'nachts wordt het leptinegehalte aangemaakt. En hier ken je misschien nog wel, dat is dus je verzadigingshormoon. En je leptinegehalte wordt s'nachts aangemaakt. Wat je ziet als mensen 1 nacht al slechter slapen, dan eten ze die dag daarna 150 kilocalorieën per dag meer. Dus zeker ook bij overgewicht. Nou, heb je daar nou last van, hè? Dus van slecht slapen? Er zijn wat basisadviezen. Bewegen overdag voldoende. Liefst niet meer te intensief in de avond. Want dan zie je met name adrenaline. En je adrenaline gaat omhoog. En je wil met name dus ja, wat rustiger worden. Het laatste uur voordat je gaat slapen. Echt even uittunen. Geen beeldschermen meer. Iets doen waar je rustig van wordt. En het liefst elke dag dezelfde tijd naar bed. Dezelfde tijd weer op. Heb je nou echt klachten met het slapen? Zeg je ja, allemaal leuk te maken, maar dit heb ik allemaal geprobeerd. Ga hiervoor ook naar je huisarts. Want die slaap is essentieel ook voor een gezond gewicht. Nou, dan ontspanning. We staan vaak de hele dag door aan. En ook hierbij, nou, hier maak ik me ook heel erg schuldig aan. Ik sta van 's ochtends vroeg tot echt 's avonds laat, echt in die zesde versnelling. En ik moet echt heel bewust soms gewoon even gaan zitten. Even ontspannen. Ik ontspan enorm van zingen en van dansen. Dus vaak als ik in de auto zit, gewoon lekker die muziek heel hard aan. Schilderen vind ik heerlijk. Moestuinieren vind ik echt fantastisch. Daar ontspan ik ook heel erg van. Maar kijk eens waar jij van ontspant. Heb je nu een hobby? Had je vroeger een hobby? Nou, stoffen die dat sieraden maken, kies je gewoon weer eens af. Is het elektrotechniek, houtbewerk? Maakt niet zoveel uit als het jou maar ontspant en als het jou ook maar rustig krijgt. Hele simpele ademhalingsoefening is rustig gaan zitten op je stoel, benen plat op de vloer. Had 2 handen op je buik.
Ogen dicht of ogen niet dicht, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan gewoon eens even een paar minuten heel rustig doorademen. En dan, als het goed is, als je inademt, komt, dan bolt die buik op. En als je uitademt, doe je dat weer naar binnen. Dus heel rustig in- en uitademen. Zorg er vaak voor dat je direct ook wat meer ontspannen bent. En dus ook wat minder cortisol aanmaakt. Dus weer dat stresshormoon wat aanzet. Dan een verbinding. Nou, ik zag er waren heel veel vrouwen aangemeld hier. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. En wat je ziet is dat vrouwen overwegend heel goed voor een ander kunnen zorgen, maar wat minder goed voor zichzelf. Dus wat je zelf nodig hebt of wat je zelf belangrijk vindt, dat vinden we dan toch. We zijn vooral bezig met de behoeftes van alle anderen om ons heen. We vinden nee zeggen overwegend ook heel erg moeilijk, hè? Want ja zeggen is veel makkelijker. Oh ja, dat doe ik wel. Oh nee, maar dat regel ik wel voor je. Maar nee zeggen daar, ja, dat vinden we toch lastig, want wat zal die ander dan wel niet denken? Die ander denkt waarschijnlijk, oh wat goed dat hij of zij de grenzen aangeeft. Maar kijk eens echt even de komende tijd van, ja, maar goh, wat heb ik nodig? Wil ik dit eigenlijk wel? Of wil ik eigenlijk iets heel anders? Dus die verbinding met jezelf is ontzettend belangrijk. Die verbinding met anderen is minstens zo belangrijk. We weten uit groot onderzoek van ongeveer 12 jaar geleden, ja, 2010. Dat sociale contacten nog een grotere bescherming zijn tegen vroegtijdig overlijden dan roken. En dan heb ik het niet over 500 Facebook-vrienden, maar dan heb ik het over mensen bij wie jij terecht kunt als jij het moeilijk hebt. Mensen bij wie jij hulp kunt vragen. Dus dat is enorm groot goed om mensen die jou dierbaar zijn. Om daarin te investeren. We hebben natuurlijk afgelopen 2 jaar was het natuurlijk best heel pittig met corona. Gelukkig zien we dat we steeds een beetje richting het oude normaal, nieuwe normaal, noem het maar op. Je ziet ook dat mensen nu ineens elkaar ook veel meer gewoon gaan opzoeken. Dus wij zijn groepswezens en wij zijn echt gemaakt om ook bij elkaar te zijn. En dan last, maar zeker niet least wat betreft het leefstijlkompas, is zingeving. En zingeving wordt vaak als iets heel groots gezien als de zin van het leven. Het gaat erom, ja, wat geeft jouw leven zin en wat geeft jouw zin in het leven? Dus waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Waar kom je 's ochtends je bed voor uit? En dit is, ik kom zoveel mensen tegen die slepen zich van dag naar dag of van week naar week, van vakantie naar vakantie. Ja, we hebben een heel mooi invulblad gemaakt, ook voor Ikigai. Hè? Dus dat heeft ermee te maken van, goh, waar ben je goed in? Wat heeft de wereld nodig? Waar kan ik mijn geld mee verdienen? En waar houd ik van? Niet onbelangrijk. Nou, dat is een Japans begrip. Als je die vier elementen, als dat in balans is, ja, dan kom je dus heel erg dicht ook bij dat gevoel van balans en zingeving. Dus ook weer een gratis document kan je gewoon downloaden. Ja, en dan nog de laatste uitsmijter, de laatste tip. Ik dacht, ja, waar ga ik deze nou plaatsen? Maar ik kon hem eigenlijk bij geen enkele van de zes. Dus ik denk, nou, dan plaats ik hem gewoon even los. Wim Hof heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord. Hè? Die Iceman gaat, mediterend in zijn onderbroekje zit hij op een besneeuwde bergtop. Echt helemaal relaxed te wezen. Wat hij heel goed kan, is het activeren van het bruine vet. Je bruine vet is een verbrandingsmotor. Hè? Je hebt het witte vet, dat is het vet wat bijvoorbeeld onderhuids is, maar dat is het vet waar we vaak ook zo'n hekel aan hebben. En is ook rond de buik, op de billen, op de benen. Buiten het warm houden doet het niet zo heel veel voor ons. Zeker overmatig zien we juist dat het een chronische ontsteking op gang brengt. Maar dit is het bruine vet en het bruine vet is echt ons verbrandingsmotortje. Dus hoe meer je bruine vet zeg maar, kan activeren, hoe meer jij dus ook gaat verbranden. En vanuit daaruit zeggen we van goh, bijvoorbeeld koud afdouchen bijvoorbeeld koude baden. Maar ook gelukkig, want ik ben helemaal niet van het koud afdouchen. Ik heb het 6 weken geprobeerd, ik vond het verschrikkelijk. En dan dacht ik, ja, ik word hier zo chagrijnig van, misschien moet ik er maar mee ophouden. Maar wat ook helpt, is je thermostaat op 17 graden zetten. Dus 2 uur daarin verblijven zorgt dus ook voor dat je bruin vet echt sneller gaat verbranden. Want je krijgt een beetje fris, je gaat meer verbranden. Overigens went dit ook wel weer. Want wij hebben nu eigenlijk de thermostaat altijd op 17 graden staan. Wij merken het eigenlijk niet eens meer als mensen weer bij ons komen die zeggen, oeh, het is die fris. En dan denken we, oh ja, hij staat op 17 graden. Dus
Zoek daarin ook wat bij jou past. Dan gaan we een beetje richting afronden, in ieder geval het officiële gedeelte. Maar dan hebben we dus nog even een vraag. Nou, ik zie al, het is nu 9:15. We gaan nog even een half uurtje door tot 9:15. Moet je eerder weg? Ga gewoon weg. Je krijgt de opnames thuis gestuurd. De gecombineerde leefstijlinterventie heb je misschien wel eens van gehoord. Die bestaat sinds 2019, januari 2019, dus nu 3 jaar. Je had er 3, inmiddels zijn er, is er een 4e bijgekomen. Het is een traject van 2 jaar met een interventiedeel, een behandeldeel en een controledeel. Het zijn vaak groepsbijeenkomsten, soms echt fysieke groepen en ook wel online tijdens corona zag je. En soms ook individuele bijeenkomsten. Vaak zit er een diëtist bij, soms nog een fysiotherapeut, een oefentherapeut, een leefstijlcoach, even afhankelijk van welk programma je volgt. Dat is landelijk bereikbaar. Dus als je kijkt op loket Gezond Leven en dan GLI en toets, dan zie je een landkaart van goh, waar zitten ze bij mij in de buurt. Het is vanuit de basisvergoeding, hè, dus je hoeft er ook geen eigen risico voor te betalen. En je ziet met name voeding, beweging en soms een beetje ontspanning slaan, maar met name voeding, beweging en gedragsverandering staan centraal. Voor mensen met een BMI boven de 30 wordt het sowieso vergoed. Voor mensen met een BMI met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld diabetes, dan wordt het, maar ook reuma of artrose, dan wordt het ook vergoed. Maar vaak als jij een BMI hebt en een beetje verhoogde suiker of suikerziekte in je familie, vaak kan je er al wel gebruik van maken. Nou, dan de gastric bypass. Dat is voor mensen met een BMI boven de 40. Dus wat het is, is dat wat er wordt gedaan, is van de maag wordt een klein zakje gemaakt. Er wordt 1,5 meter dunne darm wordt eruit gehaald en dat wordt op elkaar aangesloten. Zoals je ziet, er wordt veel minder voedingsstof worden opgenomen en dus ook opgeslagen, waardoor mensen enorm gewichtsverlies bereiken. Hè. Dus 10, 20, 30, 40, 50, soms wel meer kilo, zeg maar. Dus het is enorm effectief qua gewichtsverlies. Dus boven de 40 kom je dan sowieso voor in aanmerking, ervan uitgaande dat je ook wat leefstijladvies hebt geprobeerd. Boven de 50 mag meteen. Boven de 35, als je ook bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten hebt. Zoals ik zei, zit veel gewichtsverlies. Dat is absoluut een voordeel. Het is heel effectief bij diabetes type 2. Mensen lopen soms met suikerziekte erin en gaan met zonder suikerziekte er weer uit. En je hebt veel minder hongergevoel. Want je hebt gewoon, ja, die maag is ongelooflijk klein geworden. Nou, is dit nou de heilige graal? Hè? Ik zie nu ook bijvoorbeeld sommige chirurgen zeggen, ja, ik moet al bij BMI vanaf 30. Nee, absoluut niet. Ik ben niet tegen de gastric bypass. Ik denk ook als mensen aan een gastric bypass toe zijn, hebben ze vaak al zoveel geprobeerd. Dus het is echt niet de makkelijke manier. Maar er zitten ook veel nadelen aan. Wat je echt moet beseffen is dat je kan vrijwel nooit meer normaal eten. Dus je hebt maar een heel klein maagje. Dus je zal altijd rekening moeten houden met eten. Hè. Wat ik zei, 2, 3 keer per dag eten, dat gaat gewoon niet. Dus mensen moeten de hele dag door hele kleine beetjes eten. Je ziet vaak dat bijvoorbeeld veel koolhydraten, maar ook wat vet, dat kan een, ja, we noemen het een dumpingsyndroom. Dat kan een heel, je kan er echt heel naar van worden. Dus ja, je moet, als het goed is, word je ook begeleid door een diëtist die precies zegt wat je wel en niet kan eten. Nou, wat ik zei, je moet echt levenslang echt goede vitamines nemen, want anders krijg je ook tekorten. Er is, ja, het is natuurlijk een behoorlijke operatie waar altijd risico's aan zitten. Hè. Dus er zit een naad zit er bij je, bovenaan je maag, zit een naad zeg maar, bij je darm. Dus dat, ja, dat kan ontsteken, er kunnen naadlekkages komen. Dus elke operatie heeft natuurlijk zijn risico's. En wat we toch steeds meer zien is verklevingen in die buik zelf. Dus mensen bijvoorbeeld die een gastric bypass hebben gehad, die erge buikpijn hebben, bijna altijd gaan die weer terug naar de chirurg. Want dat zijn buiken waar al echt in gerommeld is. En daar is veel meer kans op bijvoorbeeld verklevingen, maar ook perforaties, hè, dat er gaatjes in de darmen vallen. En dan komt de ontlasting in de buikholte. Nou, wil je natuurlijk niet. Dus ja, en wat we ook nog wel zien is dat mensen vaak last hebben van haaruitval, ook veel dunner haar. En dat ze ook nog wel op, ja, je zal dus je hele leven op je eten moeten blijven letten. Dus we zien ook nog best wel vaak dat mensen na verloop van tijd, en vaak is dat na 5 tot 10 jaar, ook weer gewicht toenemen. Dus ik raad het niet af,
Ik denk wel, het is echt goed om erover na te denken of je dit wilt. Ik denk daar nog heel veel voor zit. Nou, dan zoals beloofd het online leefstijlprogramma. Nou, dat hebben Marloes en ik 2 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden hebben we dat gemaakt. Je krijgt 10 weken lang, krijg je 10, of je krijgt je modules. Dus je krijgt allemaal korte video's van mij met heel veel uitleg over. Dus, nou, ik ben er nu natuurlijk in een vogelvlucht langs gegaan, maar nog veel dieper op de inhoud in. Er zitten allerlei webinars met experts zitten erin. We hebben een community die dagelijks wordt bezocht. Elke maand hebben we een online spreekuur. Er zitten recepten bij, beperkte recepten. Zeg ik het allemaal goed? Ja, ik zeg het allemaal goed. En het leuke is dus nu als je, ja, omdat je aan als dank voor jouw deelname, geven we iedereen 100% geldteruggarantie. Dus voor de meeste zorgverzekeraars wordt het vergoed. Maar stel nou dat het niet vergoed wordt, dan stuur je ons jouw afmelding. Maar Loes, misschien kan jij even, misschien heb je dat al gedaan, in de chat ons e-mailadres zetten. En dan zorgen wij ervoor 100% dat je gewoon je geld terugkrijgt. Ook als het maar gedeeltelijk wordt vergoed. Wij vinden gewoon dat iedereen hier gebruik van kan maken. Heb je een gastric bypass gehad? Volg je een gecombineerde leefstijlinterventie? Je kan dit, of een ander begeleidingstraject, je kan het er gewoon naast doen. En je krijgt dus een boek erbij, je krijgt een weerstandsband erbij. Dus een hele box krijg je thuis gestuurd. Zo, nou, dat was het verhaal. 5 voor. Ja, en dan heb ik nog, ik zie dat we nog heel veel mensen zijn blijven hangen. Dus mooi dat jullie er nu nog zijn. Ik ga het straks nog een keer herhalen. Deze webinars geven we gratis, blijven altijd ook gewoon gratis. Omdat we vinden dat, ja, dit willen we niet achter een betaalmuur zetten. Hè? Dus we willen gewoon dat iedereen dit voor iedereen toegankelijk is. Het komt straks ook op mijn YouTube-kanaal. Daarmee mag je het gewoon, het mag gewoon verspreid worden ook als je dat wil. Maar ja, we zitten natuurlijk wel, de wereld staat redelijk in brand in de Oekraïne. Het ziet er niet naar uit dat voorlopig dat gaat veranderen. Denk je nou toch, nou ja, ik wil daar iets voor doen, ik wil een bijdrage geven, stort echt op Giro 555. Kom bij het Rode Kruis terecht, je ziet vrijwilligers, goederen. Dus denk je nou van, nou goh, ik wil toch iets geven. Geef het niet aan mij, maar geef het vooral aan Giro 555. Je kan er ook voor kiezen. Ook op andere manieren kan je Oekraïne helpen. We hebben onszelf bijvoorbeeld ingeschreven om vluchtelingen op te vangen, ook in huis. Je hebt allerlei bureaus die daar ook bij bemiddelen. Moet je wel goed nadenken of je dat ook echt wil. Want het is natuurlijk qua privacy, qua afspraken is het echt ook best wel wat. En wat ook veel gedaan wordt, is via Airbnb is een kamer in de Oekraïne boeken. En dan natuurlijk niet gaan, maar dan hebben met name die mensen die daar wonen, komt het direct gewoon bij hen. Dus nou, als je iets kan missen, kan bijdragen, doe dat alsjeblieft. Even spieken. Nou, ik zie dat er heel veel vragen zijn binnengekomen. Even kijken. Chris zegt: Light-producten zijn niet goed voor je, zoals ik heb begrepen, maar Cola Zero heeft hetzelfde effect als Light-Cola. Nou ja, het grappige is dus, Chris, ja, het grappige, het verdrietige, ons lichaam snapt die light dus niet. Hè? Wat je vaak ziet is daar zijn, is bijvoorbeeld aspartaam van andere zoetstof, is eraan toegevoegd. Maar suiker bestaat al relatief lang, al die zoetstoffen zijn relatief nieuw. Wat je ziet is dat ons lichaam herkent die zoetstoffen niet. Dus waarschijnlijk is die gewone cola nog verzadigender dan die light cola. Het doet beide helemaal niks voor je, maar als je er enorm van geniet en een glas per dag drinkt of een glas in de week of wat dan ook, maakt dat waarschijnlijk niet meer zo heel veel uit. Met mogelijk zelfs een heel licht voordeel voor de gewone cola. Marie C. zegt terecht, de BBA zit er ook in deksels van potjes. Ja, absoluut. Maar het zit daar natuurlijk niet de hele tijd tegenaan. Kijk, de bedoeling is natuurlijk niet dat potje de hele tijd opgeschud wordt. Dus als het gewoon in glas zit met een beetje dat potje wat het niet direct raakt, heeft waarschijnlijk niet zoveel effect. Diepvries is daar ook echt een hele goede in, hè? Want dat wordt ja, direct vanaf het land wordt dat vers ingevroren. Dus ook ontzettend goed ook om diepvriesproducten te krijgen. Ik zie dat Marloes supergoed bezig is met alle vragen die behandeld zijn. Hop, die knalt ze eruit. Yvonne zegt, trage schildklieraandoening maakt het erg lastig om af te vallen. Kun je er iets over zeggen? Gebruik al 20 jaar T-Rex, 30 kilo aangekomen, actieve leefstijlhond. Nou, voor de mensen die me een beetje volgen, die weten ook, hè, we hebben sinds kort ook een hond, Jip, onze tackle.
een van de beste dingen die je kunt doen voor je gezondheid. 14.000 stappen per dag, zegt Yvonne. Dus optimist. Nou, supergoed. Ja, en lastig is, Yvonne, ik hoor dit vaker, dat mensen traag werkende schildklier hebben, maar daar wel goed voor zijn ingesteld. Maar alsnog last hebben gewoon van dat overgewicht. Dus we weten niet zo heel goed hoe dat komt. Nou, en je bespreekt actieve leefstijl hond. Ik vraag me nog wel altijd af, goh, hoe zit het met je slaap, maar ook hoe zit het met je ontspanning. Dat zijn misschien nog dingen waar je wat te winnen hebt. Maar we weten dat niet zo heel goed. Want op papier zou je zeggen van, nou ja, maar die schildklier werkt gewoon heel goed. Dus die zou het gewoon goed moeten doen. Maar we zien heel vaak dat mensen dan toch last hebben gewoon nog van gewichtsverlies. Nou, welke spieren zijn belangrijk om te trainen? In principe alle spieren. Wat je vaak ziet is dat die grote spiergroepen, dus echt benen, billen, buik, dat daar ja, zit het meeste volume zit erin. Hè? Die bicepsspier bijvoorbeeld, ja, die is op zich ook prima. Of de kipfiletjes en de triceps op zich ook prima. Maar daar zal de grote verbranding natuurlijk niet in. Dus met name echt die grote spiergroepen. Anna zegt, ik ben 10 kilo afgevallen van 76 naar 66, maar mijn buikomvang blijft maar groeien. 94 centimeter nu, net als 10 kilo geleden. Ik gebruik al jaren dermovaten voor lichte sclerosis. Mijn buik is ook erg hard. Geen slap buikje, zodat mensen ook denken dat ik zwanger ben op mijn 55ste. Zou ik naar de huisarts moeten? Nou, kan zeker. Kijk, het lastige is dat die lichte sclerose is een ontzettend lastige huidaandoening, met name in de schaamstreek vaak. Maar dat is, Marloes, even de vraag even of je het weg wil halen als ik klaar ben. Want nu is het een beetje, soms dan spreek ik nog eventjes een beetje van, goh, hè, wat zijn de mensen? Dus als ik helemaal klaar ben, dan mag ik je weghalen. En het vervelende is, je hebt voor die dermovaten niet zo 1, 2, 3 echt iets anders, iets nieuws. Je zou daar wel even met de huisarts of misschien met een dermatoloog over in gesprek van, goh, zit er iets waar geen corticosteroïde in zit? Dus ik zou het sowieso bespreken of er iets anders kan zijn. En natuurlijk die buik even nakijken van, goh, ja, is dat echt wat het is? Of zit er iets anders? Hè? Ik bedoel, we gaan er maar vanuit dat alles goed is. Maar het is sowieso goed om, zeker als je een dikke buik blijft houden, en zeker ook als dat gewoon zo'n bolle buik is, om die altijd eventjes na te laten kijken. Saskia zegt, kun je afvallen als je lipo-uitdeem hebt? Ik krijg mijn gewicht nauwelijks omlaag. Helpt koolhydraatarm eten als je lipo-uitdeem hebt? Hè? Nou, lipo-uitdeem is met name vetophoping, vooral in de benen, billen. En dan zie je dat mensen gewoon een redelijk smal middel hebben en dan een groter dan verwachte middel en of billen en benen. Ja, het helpt zeker. En wat ook ontzettend goed helpt is, je hebt een lipo-uitdeem therapeut. En die doen, het heeft ook te maken met je lymfedrainage. En die hebben daar ook speciale therapieën voor. Dus dat is ook een aanrader. Esther zegt, ik heb veel last van mijn darmen, opgeblazen buik, lucht, krampverstopping. Wat kan ik hier aan doen met trek tot voeding? Ja, daar gaat dit. Dat klinkt echt als een prikkelbare darm. Daar kan je ongelooflijk veel mee doen, Esther. En daar gaat mijn hele boek over. Dus nou, je kan gratis meedoen met het online leesprogramma. Je krijgt het boek, krijg je thuis gestuurd. Ik zou zeggen, ga ermee. Welke kleur is het oerbrein op de tekening? Die heeft geen kleuren, Wim. Het was gewoon eigenlijk dat deel echt in het midden. Dus met name bijvoorbeeld de hypothalamus en hypofyse gaan daarover. Ja, Chris stelt een moeilijke vraag. In hoeverre is biologische voeding beter voor je? Ja, ik vind dat een heel ingewikkelde. Kijk, ik eet met name biologisch, in ieder geval degene die ik niet schil. Maar dat is omdat met gezond verstand denk ik, ja, dat is vaak met meer aandacht gekweekt op een betere voedingsbodem met minder of geen bestrijdingsmiddelen. Wetenschappelijk gezien is het niet keihard aangetoond dat biologisch beter voor je is. Qua gezond verstand dan denk ik, ja, we doen heel veel monocultuur, hè, dus we doen heel veel hetzelfde, dat put onze bodem enorm uit. Hier wordt veel meer gebruik gemaakt van roulatie, dus dat je elke keer een ander gewas er hebt, dus die bodems zijn vaak veel rijker. Die wortels, dat moet bijna iets doen zo op de voedingswaarde van zo'n biologisch product, naast dat al die ontzettend chemische bestrijdingsmiddelen natuurlijk ook van alles in ons lijf doen. Dus qua gezond verstand
zou ik zeggen, ja, biologisch beter, maar moet je natuurlijk ook kunnen betalen. Maar wetenschappelijk gezien is dat niet keihard aangetoond. Marloes durft nu helemaal geen vraag meer weg te halen. Rogier zegt, minder vezels in bewerkt voedsel, glycemische index. Ja, goede vraag, hè? Zeker. Dus je ziet bijvoorbeeld in, ja, natuurlijke pakjes, zakjes, maar ook dus in die witte rijst, witte pasta, die hebben een veel hoger glycemische index dan die producten, zeg maar, dus de volkoren producten. Zo zie je bijvoorbeeld ook. Je ziet dat bij fruit is dat weer net even iets anders. Het tropisch fruit heeft ook weer een veel hogere glycemische index. Dus dan moet je denken aan banaan, aan ananas, aan mango bijvoorbeeld. En je hebt daar prachtige lijsten voor met ook kleurenschema's erbij, wat wel of niet een hoge glycemische index heeft. Dus die glycemische index zegt van nou, hoe snel geeft het een suikerpiek en hoe snel heb ik daarna ook weer trek. Dus let daar inderdaad zeker over. Sandra vraagt wat het verschil tussen de leefstijlprogramma en de leefstijlbox. Nou, de leefstijlbox krijg je gratis thuisgestuurd als je het leefstijlprogramma aanschaft. Dus dat is redelijk simpel. Kan intermittent fasting ook voor schildklierpatiënten? Ja, dat kan zeker. Dan zou ik wel de 16-8 aanraden. Want een paar dagen niks eten terwijl je wel je schildkliermedicatie gebruikt, kan er ook voor zijn dat je dosering. Ja, dat je je dosering moet aanpassen. En dat is met schildkliermedicatie wel echt een enorm gekloot, kan ik al zeggen. Hey, ik weet dat er een aantal jaar geleden was ineens de T-Rex niet meer leverbaar, moest iedereen op een ander middel opgelegd worden. Nou, dat was echt zo'n gedoe. Dus eigenlijk schildkliermedicatie die goed is ingesteld, wil je gewoon, daar wil je eigenlijk niet aankomen. Maar Sterren zegt, klopt dat intermittent fasting niet handig is als je bijnieren niet goed doen, te weinig cortisol aanmaken? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. We zien wel vaak echt, en misschien bedoel je dan bijnieruitputting. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Misschien zeg maar, wie er wel vaak veel van af weet, zijn bijvoorbeeld orthomoleculaire therapeuten. Dit durf ik je eigenlijk zo niet te zeggen. Nee, deze vraag heb ik ook nog niet eerder gehad. Een goede vraag. Gonnie zegt, eet je bij verhoogd cholesterol ook volle producten of ga je dan voor magere en van verzadigd vetten? Ja, dan mag je zeker ook voor volle producten gaan. We zien met name want we zijn er met name bang van, goh, geeft dat geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten? Want verhoogd cholesterol zelf is geen ziekte, maar een hartaanval van beroert natuurlijk wel. Nou, wat je ziet is dat verzadigd vet uit zuivel. En zei je hebt onverzadigd, nou, dat is oké. Okay. Dat is de olijfolie, vette vis, avocado, noten, zaden. Dan heb je de transvetten, dat zijn die hele sterk bewerkte in koekjes, in kant-en-klaar maaltijden. Dan heb je de verzadigde vetten, en daar is altijd veel om te doen. Eerst dachten we, nou, die zijn allemaal verkeerd en geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar nu weten we dat het met name het verzadigd vet uit vlees is, met name dan rood vlees. Dat geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Maar niet zozeer uit zuivel en ook dus niet uit volle zuivel. Dus dat kan prima daarbij. Ja, Wim, wat is beter? 1 uur per dag wandelen of 2 keer per een half uur? Ik denk eigenlijk niet dat dat heel veel uitmaakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Doe wat daar eigenlijk het beste bij jou past. Kijk, en wat ik zei door de hond, ik vind het heerlijk. Ik kom zoveel meer buiten, maar dat is vaak dus, want ja, Jip is nu 3 maanden, dus die mag natuurlijk nog niet zo heel erg ver. Dus het is vaak 20 minuutjes per keer. Maar dan wel 5 keer per dag. Voorheen ging ik vaak echt een uur wandelen. Vond ik ook heerlijk. Ik merk dat dat korter, maar vaker qua gemoed doet dat meer met mij. Maar kies daarin wat bij je past. Ik denk qua gezondheidsrisico maakt het hem niet zoveel uit. Nou, Marelle heeft, dat is wel heel grappig, die heeft exact dezelfde vraag. Oh, en Sandra heeft ook dezelfde vraag. Nou, fantastisch. Oh, wat grappig. Rogier zegt, als je met je fantastische ervaring, dat bruin vet voel je echt aanstaan. Oh, ik hoop niet dat dit Rogier is die ik ken en dat hij me uit gaat dagen om zo'n ice challenge te doen. Ik ga deze, ik heb dit niet gelezen. Een vraag over het bruine vet. Ik heb het vaak koud. Ik trek dan dikke sokken en een vest aan. Oh, ik denk, waar is de vraag? Wanneer ik het niet zou doen, verbrand ik dan meer vet? Ja, kijk, het gaat om je huidtemperatuur. Dus je huid moet het koud krijgen en dan gaat dat verbrandingsmotortje aan. Ik denk inderdaad, als je, ja, want de warmte gaat met name natuurlijk vanwege je, met je voeten
en je hoofd uit. Ik kan me zomaar voorstellen dat je dan iets meer, dat je dat bruinvet iets verder zou activeren. Wat wel leuk is, is dan toch even die Iceman Challenge eventjes, is wat je wel ziet, als je dat dus doet, doet dat ook echt iets met je koubeleving. Dus juist als je het vaak koud hebt, dan is dit wel iets voor jou om toch te proberen. Nou, wat zijn goede vitamines? Met name de vitamines uit voeding, uit voeding zelf. Hè. Tenzij je geen dierlijke producten eet, dan is natuurlijk vitamine B12 belangrijk. Vitamine D bij mensen die weinig buiten komen, ouder dan 50 zijn of een donkere huid. Maar verder vitaminepreparaten heb je zo niet in de basis nodig. Hoe verander je je leefstijl blijvend val snel weer terug in oude patronen? Daar heb ik natuurlijk uitgebreid op in mijn programma. De crux is echt één stap tegelijk. Dus niet alles tegelijk doen. Want dat zie je vaak in januari. Hè, dan gaan we anders eten. Meer alcohol. Of stoppen met alcohol. 3 keer per week naar de sportschool. Elke dag tijd naar bed. Ja, dat brein krijgt een soort kortsluiting. En 3 weken later zijn we dan helemaal klaar mee. Dus één stapje tegelijk. Als je dat onder de knie hebt, pak je het volgende. Even kijken. Evelien zegt, ik probeer 3 volwaardige maaltijden te nuttigen. Begin 's morgens vaak om 8 uur op het werk in de kinderopvang. Dus continu in en weer. Een bezig baasje, maar ik kom niet van het tussendoor eten af. Honger maakt me duizelig. Dus vaak eet ik tussendoor fruit, krek met kaas, hoogbrood. Hoe los ik het op? Ik wil niet eten tussendoor, maar ik kan niet zonder. Ik word duizelig. Ik ga er voor het gemak even naar je overgewicht hebt. Omdat je kijkt, Evelien. Wat je vaak dan doet, is ofwel te weinig eten 's ochtends. Ofwel te mager eten, dus te weinig vetten en eiwitten. Ofwel te veel koolhydraten. Dus ik pak eens een keer echt een goede bak yoghurt. 'S ochtends dus volle yoghurt, volle kwark, flinke havelnoten erin. Wat fruit met bijvoorbeeld wat appel, wat kiwi, blauwbes, framboos. Dan pak je tussen de middag pak je een paar crackers. Maar dan niet met light. Vaak doe je dan rookvlees of kipfilet of zo. Nou, en super sterk bewerkt. En ook heel erg light, geeft geen enkele verzadiging, dus doe daar juist gewoon normale kaas, dus ook niet die slanke 20 plus plastic troep. Helemaal gewoon die normale kaas, pindakaas, hummus, gekookt eitje, wat avocado, niet allemaal tegelijk, hè, maar gewoon even wat je lekker vindt. Probeer er altijd iets van groente bij te eten, hè, dus... Altijd iets van tomaatje, komkommer, paprika, wortels. Iets wat je lekker vindt. En dan ben ik dus heel benieuwd hoe dat dan gaat. Wat ook wel belangrijk is, ik zei hem al bij de allereerste vraag, is dus geen light dranken ook. Het is het liefst water tegen koffie. Qua voeding kan je alle kanten op, maar qua drinken is het een beetje karig. Maar dan ben ik dus heel benieuwd hoe dat gaat. Op welk punt moet je beslissen om niet langer in te zetten op leefstijlverandering bij hoge bloeddruk, hoog cholesterol, maar voor medicatie? Wat je, en natuurlijk bespreek dit met je huisarts. Wat een mooie is U-Prevent, dat is u-prevent.nl. En wat je ziet, is dat is een risicotabel waarin je dus je bloeddruk in kan voeren, je cholesterol in kan voeren en zien van nou, wel of geen medicatie, wat geeft nou het grootste risico op bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. En soms kan het zo zijn dat wel of geen pil erbij, dat 3 maanden levenswinst geeft. Of dat gemiddeld genomen, hè, of dat 1% minder kans geeft op een hartaanval. Maar dat je mogelijk wel heel veel last hebt van bijwerking. Maar dat is iets, ja, jij bent kapitein op jouw schip. Niemand kan het voor jou beslissen. Dus jij kan alleen maar besluit van nou, goh, wat is het risico waar ik me comfortabel bij voel. Dus bespreek het met je huisarts. Loop met je huisarts eventueel door U-Prevent, dus u-prevent.nl. Dat is gewoon een Nederlandse site heen en maak dan een keuze. Sophie vraagt, is er nog verband tussen het slikken van de pil en overgewicht? Ja, dat kan zeker. Hè, dat is eentje die ik straks niet heb genoemd, maar dat kan zeker ook overgewicht geven. Stopt vaak wel weer als je dus stopt met de pil. Mirena heeft een veel lagere dosering van anticonceptie. Is net zo veilig, misschien zelfs nog wel veiliger, maar een veel lagere dosering. Dus dat kan eventueel ook een optie zijn. Verzekerd bij ISA-programma via aanvullende verzekering vorig jaar. Kan ik het boek via de verzekering krijgen? Maar ja, het is weer, het is, in principe is het gewoon een nieuw jaar, Esther.
Want los het boek bestellen via de verzekering, dat kan niet. Maar je kan je wel gewoon weer opnieuw aanmelden. Want het is een nieuw jaar. Dus dat is geen probleem. Piet zegt, kan je iets vertellen over semaglutide volgens Van Rossum effectief? Ik heb een BMI van 35 en diabetes type 2. Ik moet heel even spieken of dat een semaglutide, want dat is iets wat ik vaak, wat ik niet vaak voorschrijf, is dat dat een GLP-1 antagonist is. Ja, dat is een GLP-1 over. Ja, kan zeker effectief zijn op gewichtverlies. Wat ook effectief is, is de SGLT2-remmer. LT2-remmer. En dan zit je bijvoorbeeld op de Jardiance. Moet altijd natuurlijk via een specialist voorgeschreven worden. Alleen dat kan niet weer met koolhydraatbeperkte voeding samen. Want daar kan je echt glucoseproblemen mee krijgen. Dus kan helpen als je er goed op doet, Piet, zou ik het gewoon laten staan. Even spieken. Ik ga nog even. Oh, ja, oh, we gaan. Oh, ik zit al redelijk richting einde vragen. Ja, wat moet je als richtlijn aanhouden qua eten als je verantwoord wilt afvallen? Nou, Joke, zoveel mogelijk vers en onbewerkt. 2 tot 3 keer per dag eten. Dus voldoende vetten en eiwitten. Wat beperkt qua koolhydraten. Dan kom je al een heel eind. Nou, hoeveel precies? Het gaat erom wanneer jij verzadigd bent. Hè? Want mensen zeggen ook, ja, moet ik dan 2 crackers eten of 3 of 4? Als jij 2 uur later, je hebt 2 crackers gegeten en 2 uur later heb je weer trek, heb je te weinig gegeten hè? Of je hebt te weinig belegd. En als jij verzadigd bent, dan is dat voor jou voldoende. Dus let vooral op wat jouw lijf. Dus je lijf is je beste onderzoeker. Carolien vraagt, is er een verband tussen iets te weinig eten overdag en slecht slapen? Nou, wat je wel soms ziet, is dat als je te weinig eet, dat je toch echt van trek wakker ligt. Maar het is zo, ja, ik ga er een beetje vanuit, dus dat je een slechte slaper bent en dat je dan mogelijk denkt dat je overdag te weinig binnenkrijgt. Kijk, wat je kan doen is via de eetmeter even bijhouden hoeveel krijg je per dag binnen. Je moet even niet naar het advies wat eruit komt. Maar het gaat even om hoeveel calorieën krijg je per dag binnen. Nou, zit dat onder de 17, laten we zeggen tussen de 16 en 1800 en daaronder, dat is wel echt wel heel weinig als vrouw zijn. Als man wil je ook nog liever ietsjes ruimer zitten. Dus als je daaronder zit, ja, is het echt de moeite waard om toch wat meer te eten en te kijken of je daar slecht van slaapt. Wil je daar nou ook meer over weten? Is ook een heel leuk webinar staat in het online lesprogramma van Marijn van der Laar. Het gaat helemaal ook over slaaponderzoek, over slecht slapen. Sandra zegt: ik wil graag afvallen, maar ik zit in een rolstoel. Beweging is niet zo makkelijk. Kun je dan nog wel afvallen? Ja, zeker. Ik weet even niet meer of jij nou die dame was die straks zei dat ze niet goed kon bewegen. En dus daarmee echt rekening houden met je energieinname. Hè? Dus hoeveel kan je energieinname? En kijken wat zou je eventueel met je bovenlijf nog wel kunnen doen. Dus het kan zeker. Ik weet ook, we hebben wel vaker een leefstijllezing gegeven. Het was altijd een man in een rolstoel was daarbij. En die is ook toch met behulp van anders eten een kilo of 6, 7 ook nogal afgevallen. Dus het kan zeker. Wil je nou een diëtist hebben die jou echt persoonlijk goed begeleidt? En dat doen we niet vanuit het online lesprogramma. Kijk dan ook bij. Oh god. Ik kom natuurlijk niet meer op de naam nu. Marloes, help me even van Carine Hoenedos. Puur gezond diëtiste. Dus puurgezond.nl. Er zit een hele overwegend goede diëtiste bij aangesloten. Marianne zegt: ik had Novorapide, dat is een middel voor diabetes. Ik krijg deze niet meer omdat bij mijn verzekering Aspartame Sanofi uitgeeft. Maar soms gaat mijn glucose niet omlaag met 10 eenheden spuiten. Ik denk dan dat je bedoelt 10 eenheden lang. En soms zakt hij wel veel, is dat bekend. Mijn praktijkondersteuner weet het niet. Apotheker zegt dat het hetzelfde is. Ah, oké. Dus Novorapide had je eerst. Daar is dus een ander middel voor in de plaats gekomen. Ja, het lastige is dat mensen altijd, of apothekers vaak zeggen, ja, nee, maar het is echt exact hetzelfde middel. Het is alleen een andere naam, andere bereiding, maar het moet hetzelfde doen. Nou, ik zei straks al, de T-Rax, dat was exact dezelfde dosering, was exact dezelfde werkzame stof.
Nou, ik weet dat er een collega huisarts bij is. Ik weet niet wat zijn ervaring is. Maar dat schoot alle kanten op bij mensen. Ondanks dat het hetzelfde zou moeten zijn. Dus je zou bijna denken, het kan niet. Maar er zit vaak toch een ander hulpstofje in. Toch anders bereid. Dus ik zie het met andere middelen. Zie ik het helaas vaker. Reagerend op de uitspraak van zojuist, waarom zijn de vetten uit zuivel wel goed en die van rundvlees niet? Beide met een dierlijke herkomst. Ja, dat weten we dus niet zo heel goed. We denken dat rood vlees, en met name bewerkt rood vlees, hè, dat is bijvoorbeeld vleeswaren, maar ook hamburgers, worsten, dat soort dingen. Ja, dus we weten niet zo heel goed hoe dat komt. En we denken dat het rood vlees met name dus, veel meer ontstekingsstoffen afgeeft. En dat invloed heeft dus op overgewicht, hart- en vaatziekten en de kans op diabetes type 2. Wordt vaak nog, ook wel toch echt door diëtisten, ook wel door het voedingscentrum op één hoop gegooid. Maar je ziet de literatuur van de afgelopen 5 tot 10 jaar is daarin, zegt echt ook andere dingen. Nou, dan ga ik naar de laatste vraag van Evelien. En volgens mij was dat de naam van de kinderopvang, denk ik. Overgewicht, december 2020 obesitas, koolhydraatarm dieet voorgeschreven, en want hoge bloeddruk, 13 kilo afgevallen. En nu blijkt uit de bloeduitslagen een cholesterol verhoogd. Iets wat ik nog nooit heb gehad. Misschien dat die magere producten, inderdaad ook 30 plus kaas, altijd half volle kwark ook niet zo goed voor het cholesterol. Nou, ik denk dat het echt belangrijk is dus om te kijken van nou, goh, wat eet je wel? Om te kijken, een diëtist die je goed kan begeleiden. Ook zeg maar voor dat cholesterol. Ik denk dat je veel uit het aan het programma zult gaan hebben. En even kijken, ik zie. Nou, dan nu de allerlaatste vraag van Carolien. Tips voor de overgangszwemband. Ondanks de aandacht voor voeding gaat hij niet weg. Bewegen, bewegen, bewegen. Echt het liefst 1 uur per dag minimaal bewegen. En let op krachttraining. Oh ja, Marloes heeft wel een goede aanvulling ook in de chat. Als je een aanvullende verzekering hebt bij een van die merken die in de chat wordt genoemd, dan kunnen wij ook de declaratie voor je regelen. Dus dan is die nog makkelijker, dan hoef je echt helemaal niks te doen. En dan komt het helemaal goed. En staan er nog ergens weekprogramma's die met je darmenboek samengaan? Nou ja, je ziet ook de programma's in het online leefstijlprogramma komen ook al een heel eind overeen. Ook met die in het maagdarmboek staan. Dus die kan je gewoon gebruiken. Nou, het is 10 voor half 10. Nu ga ik er echt een einde aan breien. Ik vond het ongelooflijk leuk om dit weer te doen. Ik had zo nog een uur gekund, maar het is goed voor mij ook om even de schermen nu af te zetten. Nou, ik hoop jullie bij het programma te zien. Volgens mij volgende week hebben we alweer een online spreekuur. We hebben ook over een maand is dat. Ga ik even spieken in mijn agenda. Ik had het opgeschreven. Hebben we ook weer een nieuw webinar met positieve gezondheid. Ja, en dat is dinsdag 12 april. En dat gaat helemaal over positieve gezondheid. Dus veel over zingeving, verbinding met anderen, eenzaamheid. En wat kan je doen om je leven echt een positieve draai te geven? Dus 12 april met Karen van Ruiten, zij is directeur van Alles is Gezondheid en het Instituut voor Positieve Gezondheid. Lieve mensen, ongelooflijk bedankt voor jullie aandacht. Ik vond het weer een genoegen om hier te zijn. Ik hoop jullie ofwel volgende week te zien, het online spreekuur. Ofwel volgende maand weer bij het webinar of op social media. Of, nou, we zien elkaar hopelijk vast wel eens. Fijne avond en tot de volgende keer.